Dag vrienden van het Buiten een stripverhaal. Bert Pijper en de vinnige vlogger, die zitten wij klaar om een stripverhaal te bespreken in Vinnig Vlogske. Ja, zeker en vast. En ik ben heel ver teruggegaan in de geschiedenis voor deze boek. Want ik had toch eens een keer de integraal van Alex Sanateur besproken, hè, over die roofvogels wel. Dat heeft hem toe gebracht om opnieuw te gaan lezen de Alex-serie. Maar de oorspronkelijke Alex-serie. Koer hebben wij van alles achter me, dat zijn die katten bij. En daarom ben ik terug begonnen met nummer 1 te lezen, omdat ik weet dat ik dat in een tijd toch graag gelezen heb en dat ik daar eigenlijk niet veel meer van weet. En dat is dus Alex de Onversaagde. Nummer 1, geconcipieerd in het Frans natuurlijk. Hè. Ik denk Alex de Invincible zal dat dan geweest zijn, zeker of zoiets. Of nog iets anders, maar goed, dat weet ik niet juist niet. Maar goed, dat was in 1948. Dat op dat dus mee begonnen is, Jacques Martin, dat is en de schrijver en de tekenaar van in het begin. Jacques Martin op zich, ik kan zelf zeggen waarom dat ik nou terug met deze begonnen ben, want het blijft even luisteren net, het wordt nog interessant. Jacques Martin is geboren in 1921, ja, 21, dat is al meer dan 100 jaar geleden, en is gestorven in 2010 in Zwitserland. Dat was daar een Fransman, hè, van de kanten van Strasbourg, dat ik goed gelezen heb. En zijn vader die is in de jaren 30 omgekomen in een vliegtuigcrash. Die was ook met het leger. Hè. En zijn moeder is dan alleen mee om achtergebleven, is later, hè, is gestorven in Zwitserland. Zijn moeder was ook een Zwitserse. En Jacques Martin was altijd heel erg gebeten en geïnteresseerd in de historie, in het historische. En dat blijkt ook uit zijn stripverhalen natuurlijk, hè, dat hem dus gemokt heeft. In het begin, van 53 tot 72, van 1953 tot 72, was hem eigenlijk werkzaam bij de RG-studio's. En had hem dus veel meegeholpen met RG. En in 72 is hem dan zijn eigen studio's begonnen. Maar ondertussen tekende hem al ook al, hè. Je kunt hem zo'n beetje bezien als het kwartet van de Tintins, van de Tintin-studio. Waarbij dat je had Jacobs, Hergé, Martin en de vierde, er was nog één, zijn naam, dat is een beetje wel opkomen, maar die van dingen, die van Coraltin, maar ik kan op zijn naam niet tegenkomen. Maar zo'n beetje kwam ik dat wel op. En dus die vier, dat waren zo'n beetje de mensen die dat nou, we zien me naar beneden zien en dan pauze, ja, is aan het zien en je hebt nog gelijk ook, want ik heb dat ergens opgeschreven. Coraltin. Paul Cuvelier, dat is de vierde. En dus dat beoorde hem zo'n beetje toe. Ik zeg dat ik al zeg, en ze begonnen in 1948 met Alex. En dat lukt nog altijd. Natuurlijk, ik kan daarna niet meer tekenen. Er is een pleiade aan tekenaars en schrijvers achter hem nog gekomen. Maar die eerste boeken had dat helemaal zelf gedaan. Hè. Ze beet laten zien van binnen ook. Tja, ik zie precies dat hier nog 80 frank betalen in een tijd. Dat staat niet op. Maar die is al laat, ik ken die niet lang. Dus dat is wel een boek met heel veel bladzijden. Hè. Ik zal dat maar zeggen, tegen de 60, rond 61 of 60 bladzijden ongeveer, of iets minder. Maar goed, die zijn langer dan de gewone boeken. Maar mannen, ik heb dat toch terug van genoten. Van die boek gaan alles een beetje wil vertellen van wat. Maar ik ga eerst iets vertellen nog over Jacques Martin. Jacques Martin was zodanig geïnteresseerd in de historie, hè, dat hem dus ook nog andere historische verhalen gemokt had. In 1952 is hem ook wel begonnen met zijn tweede bekende figuur, Le Franc. Dat was een journalist. Hè, die worden ook nog altijd dingen van uitgekomen. Hè. Maar vooral de verschillende historische verhalen. Die zijn ook wel vooral belangrijk geworden en gebleven. En ik noem ze even op, want dat is wel inderdaad interessant. Xan, dat weer dus later Yen. Waarom? Omdat ze van die een uitgever aan het ander gingen en die wou die naam niet lossen, hè, dat is uit de 15e eeuw. En dan had hem gewoon de naam veranderd, van Xan naar Yen. Dan had het een Griek in Griekenland, Orion. Gezegd die verschuinen, die had hem van 1990 tot 2011. Dat was Orion. Dan hadden in Egypte Chaos. Ook allemaal gelijk als Alex, maar dan hadden er allemaal figuurtjes. En die had hem dan gedaan van 91 tot 99. Dan hadden in de tijd van de Napoleon hadden de Arnaud. Dat was ook niet, allemaal historisch, hè? Allemaal van Jacques Martin. Dan hadden nog in de Louis XV-periode hadden Lois. Lois, ja. Lois, niet Louis, maar Lois. En dan, zeg maar, verpas ik. Goed, dat was zo het belangrijkste.
Nou, wie heeft hem als voorbeelden? Hergé natuurlijk, ook wel Jacobs, maar die dat ik nog niet genoemd heb, Alex Raymond. Niet Alex Raymond, hè? Nee, een Amerikaan. Alex Raymond. Doet er al een lichtje branden? Rip Kirby, hè, was een van de bekende ja, uitvindsels van die Raymond. Maar zijn bekendste was Flash Gordon, hè. Ja, inderdaad, Flash Gordon, dat was de. Ja, je kunt misschien denken dat dat toch niks met Alex te maken heeft, maar die staal, als je dat goed bekijkt, trekt dat toch wel een beetje. Hè? Jungle Jim was ook van Raymond, Alex Raymond, allee, dat was zo'n beetje de dingen. Hè? Nou, als dat doodkwam, hè, misschien was dat jij een beetje jaloers, dat kan, maar hij kan ook wel wat gelijk gehad hebben. Zie je, de heel vuil printjes, heel vuil, printjes in het begin zeker, om te zien, allemaal vuil printjes en heel vuil tekst. Oh, alles wat je erin ziet, beschrijft hem ook. Hè? Want dan schrijft dat wat dat gelijk als een teken. Dus eigenlijk, als je die printjes weglaat, kun je dat allemaal kan volgen. Maar ik vind de tekeningen zeker ook zo goed als een tekst. Ik vind het echt wel goed gedaan. Voor die tuitpannen, ik vind dat je moet daar wel tuit in gestoken hebben in het begin. Hè? Oh, allemaal uitgewerkt en die gebouwen en zo. Want wat er heel goed is aan Alex, is dat dat. Historisch redelijk klopt, hè? Je gaat zeggen, nee, dat kan niet. Want de periode waar al die boeken in spelen, is een periode van 400 jaar. En voor Christus al en na Christus. Maar Alex zit daar altijd in, dus dat kan eigenlijk niet. Maar goed, historisch klopt het wel. Wat hij als hij een keer over een periode schrijft, dan weet hij goed over wat hij bezig is. Wat moest ik al nog zeggen? Ja, waarom was Hergé zo sceptisch? Hij vond het allemaal nogal staaf. En zei, dat is allemaal toch zo staaf getekend. En vuil printjes en vuil te veel tekst. En vuil te serieus. Dat waren zo wat de dingen. Dat was er niet gerust in dat dat goed zou komen. Maar Alex is een begrip geworden. Ook in het onderwijs. Hè? Kinderen die dat geschiedenis moeilijk leerden. Of die dat moeilijk leerden lezen. Hè? De leraars gebruikten Alex. En hopelijk nog. Maar dat gebruikte dat. Hè? Voor de Romeinse tijd en al die andere dingen, voor dat te leren aan de cadet of te laten lezen en dat interesse weer op te wekken. Dat is het beste dat je kunt hebben. Hè? Goed, dan maar over de verschraver en het geheel. Wat gaat het nou over deze boek? Het is de eerste boek natuurlijk. Hè? Alex zit in een stad, Korsabad, in het Romeinse Rijk. Je moet het eigenlijk zo zien. Het speelt zich af de ruim 50. Ik denk na Christus, ik ben toch juist, hè? Dat het niet voor Christus is, dan kan ik gaan naar beuzen. Nee, voor Christus. Amai, ik vraag me altijd af, waarom noemen ze dat voor Christus? Toen konden ze toch nog niet weten dat die ging gebeuren worden, hè? Als ze dat al voor Christus zeggen. Maar ja, voor onze tijdrekening zullen we zeggen. Daar speelt het zich in af, gaat een triumviraat van Crassus, Pompeius en César. Jules César, ajuute Jules César, in het wit gelijk een star. Van kop tot aan zijn tenen, hij had schuim bienen. Lange Jojo is ook al naar boven gegaan. Maar Jules César, hè, maar dat was een triumviraat, maar je moet niet pas dat die goed overeen kwamen. Hè. Nee, dingen die was aan het vechten, Crassus die was aan het vechten tegen de Parthen. César die was tegen de Galliërs aan het vechten en dingen die deden zo wat bestuurlijk verwerken, Pompeius. Maar Pompeius en César, dat matchte niet goed. Hè? Nee, dat marcheerde niet goed. Dus zo begint het ook eigenlijk dat dus onze vriend Alex dan een Galliër is. Hè? In het begin weet hij dat niet, maar dat komt zo een beetje uit tijdens die eerste boek. Zit dus daar in die stad en die wordt daar vervallen door Marsala. En Marsala, Brutus. Dat zijn eigenlijk twee mannen die daar afhangen van Pompeius. Je hebt zo het kamp Pompeius, het kamp César. En ja, dat komt niet goed. Dat werden de vijanden ook van Alex. Hè. Hij moet dat dan ontsnappen. In het begin is dat wel een uksel van activiteiten. Een uksel van opeenvolgende acties. Hij werd daar eerst gevangen gepakt. Ook de parten dan nog eens een keer. Maar die helpt hem dan toch weer. Het is van wanneer inderdaad dat het zich afspeelt is en dan ontsnapt hem weer terug. Hè. En dan gaat hem ook een aantal mensen helpen, dat moet ik even zien, de Aikanen. Dat is weer een groep. Hè. Maar die baas van die Aikanen, die koning, die is niet zo voor hem. Maar daar is daar een baas en dat wordt een heel belangrijk figuur, die met zijn baas heet. En dat wordt eigenlijk zijn vriend. En dat is Toraja.
Die namen is moeilijk voor hem te houden. Toch ga je later doet hij in al zijn baat af en is die school gekleed en dan kennen die niet. Maar dat wordt zijn eerste hele goede vriend. Want van Enak is nog geen sprake, mannen. Dat Enakske, dat is wel daar, dat is nog geen sprake van. Dus ja, die helpt hem dan weer en gezet dat. Hè. Dan komen ze ook nog eens terecht. En dan, vanaf dan eigenlijk, ah ja, en dan komt hem ook nog een Griek tegen. En die Griek, dat is een hele slechte. Hè. Arbaces. Arbaces of er. Ik zal maar zeggen Arbaces, maar het is Arbaces. En die Griek, die zei deze, die met dat blauwtingske aan dat te neuken. Dat is een koopman, maar een valsaat. Hè. Die doet ook mee met Pompeius, met Marcella en Brutus. En vanaf dan krijg je zo een heel gevecht tussen Toraja en dan onze vriend Alex tegen die mannen van Pompeius. Hè. En die zijn die altijd maar aan het achtervolgen. Meedoeien en gewonden en vichten en wat weet ik allemaal. En dan nog één belangrijk ding in heel dat spel, dat is dat op een gegeven moment onze vriend Alex wordt opgenomen door de gouverneur. De gouverneur, en die niet, en met zijn achternaam Gracchus, maar het moet de rest eens zien, Honorius Galla Gracchus, die in helpt hem, is ook een man van, hier ligt hem naast, hij laat hem, ze zien hem daar liggen. En Gracchus, want Aita, Alex heet Gracchus met zijn achternaam, ook al was het een Galliër, die pakt dus Alex aan als zo'n aangenomen zoon, die sterft dan ergens ook nog. Maar dan zien we dus in het vervolg wij het gevecht tussen die Marcella, Brutus, Arbaces en dan Alex. Dat is een heel verhaal, hè, maar heel spannend, heel goed geschreven. Het is een heel goed verhaal, hè, voor te volgen. En op het einde natuurlijk komt het in het gezeten, oelalalala, alles in brand, een storm en bliksem en leeuwen die ontsnappen, zei het. Komt het tot een groot conflict of een gevecht tussen die mannen van Pompeius en tussen die mannen van César. En dan zullen we moeten zien wat er gebeurt. Hè. Want die Arbaces op het einde, die gaan naar Griekenland en ik pauze dat dat misschien nog volgende boek ook nog zal verschijnen. Ik zou zeggen, dat was het eerste deel van Jacques Martin Alex, uit 1948 al in het Frans. In het Frans is dat later gekomen, maar goed. En voor iedereen dat dat nog niet had gelezen, begint eraan. Het is echt geweldig. Dus dan de touter staan en die dat het nog niet gelezen hebben. Ja, die dat al wel gelezen hebben, die lezen het nog eens gelijk als ik. Ik kan ook een twee lezen en een vrouw nog ook terug beginnen. Dag! Bedankt voor het zien.